Welkom dames en heren, dit is niet zomaar een normale survival serie, dit is een hele aparte serie en ik zal je uitleggen waarom. Dit is mijn huis en het is de bedoeling dat ik mijn eigen wereld maak in Minecraft door middel van taakverdelingen, ja. Alles is mogelijk in de wereld van de Veenstijl, yeah. Hier vind je mijn taken. Nou, zoals je ziet, voorraad koken, de mensenclub, schuur bouwen en een pad uitbreiden. Dat klinkt wel heel erg netjes. We gaan maar beginnen met de Maar voordat we beginnen met deze taken, laat ik jullie eerst zien mijn prachtige keukentje. Dit is mijn keukentje met allerlei heerlijke voorraad hier en ook een lekker stukje taart. Ik neem een klein hapje, want dat kan nu gewoon. Ik neem gewoon een heerlijk hapje en het smaakt heerlijk, wat heb ik toch goed gebakken. Alhoewel, hij stond hier gewoon klaar voor mij in dit kant-en-klaar huisje. Het wordt trouwens donker alweer. Waarom wordt het nou zo snel donker? En trouwens, dit is mijn boekenplankje. En hier staat een kistje. En daar verzamel ik allerlei items in die altijd handig van pas kunnen komen. Ja, en daar kan ik dus altijd mijn dingetjes in doen die ik nodig heb. Ja, oké, we gaan eens even kijken. Oh ja, ja, dit is Clarabel. Je hoorde net al. Clarabel staat buiten. Hallo Clarabel, ik zie jou. Ik hoop dat je mij ook ziet. Hallo. En die wordt nou bijgewoond door een nieuw vriendje. Ja, ze kijkt er al gelijk naar het varkentje. Ik weet dat ze nog niet echt een band hebben met elkaar. Je ziet ook dat ze heel ver uit elkaar staan. Maar het komt wel weer goed. Ik weet zeker dat het goed komt. Want Clarabel staat daar wel open voor. Maar ik weet het lieve varkentje wat gewoon geen naam heeft. Daar weet ik nog helemaal niks van af. Ik weet dat ik hem heb opgesloten. En dat ze heel erg van elkaar gescheiden staan. Oh, Clarabel, je durft. Oh, je komt naar mij toe. Oei, schatje. Nou, genoeg met mijn Clarabeltje weer. Oh, en het varkje. Nou, ik laat jullie gewoon twee met rust. Dan kunnen jullie elkaar een beetje laten kennismaken. En dit is, zoals jullie zien, mijn kapotte televisie. Hij doet het nog steeds niet. Mijn ontvangst is waardeloos. We gaan beginnen met onze eerste taak. Want dat is namelijk de voorraad koken. Ik heb hier namelijk een aantal kippetjes. Ik ga er gewoon een paar kippetjes braden. En ik wil eigenlijk ook gewoon een paar raw beefs. Dat zijn toevallig ook 17 en 16 pork chops. Oh, ik doe die koppelstoon even daar. Dit zijn mijn drie oventjes. Die worden helemaal naar boven begeleid naar de schoorsteen van het huis. Ik gooi hier eens even een lekker kippetje in. Lekker mals, een raw beef. En ik gooi hier ook de raw pork chop in. We hebben tenminste genoeg voorraad in huis, dat hoop ik. Ik hoop dat we hier weer al de eerste taak hebben gedaan. En we wachten even tot het donker is. Oftewel, ik ga slapen. Yeah, lekker slapen. Morgen weer een dag. Zonder zorgen. En het is de volgende dag. We zijn weer helemaal heel en huids. En er zijn al een aantal. Nou, dit gaat gewoon lekker door. Hier hoef ik niet bij te blijven. We gaan gewoon eens naar buiten toe. Want we hebben namelijk de allereerste mensenclub iemand gevonden. Voor hier te plaatsen. En daar heb ik een sign voor nodig. Een sign die staat hier niet in deze chest. Wat vervelend. Nou, ik moet signs gaan halen. Gelukkig heb ik er genoeg. Let maar op. Hier in mijn kisten staan er een aantal signs. Ik haal ze eruit. En hallo, ben jij er weer? Ben jij er weer? Vorige keer was je er ook. Vervelende bed. Zijn we die vleermuis? Die zit hier. Nou, ik laat je voor deze keer gewoon weer binnen. Je doet toch geen vlieg kwaad? Hoop ik. Ik heb wat signs. Ik breng die signs gewoon eventjes naar deze kist hier. En wij kunnen er trouwens eentje van pakken. Zo. En die, de speciale mensenclub. Ik kreeg echt massaal mailtjes. En dat was heel moeilijk. Oh! Wie ben jij? Wie ben jij? Oh! Holy crap! Oké, dit wordt het eerste gevecht. Zijn we klaar voor? Het allereerste gevecht. Au, 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 au. Oké, dat ging goed. Dat ging helemaal goed. Volgens mij is er gevaar hier in de buurt. Het was een moeilijke keuze, maar ik heb een heel leuk mailtje gehad. En die heb ik uitgekozen voor de allereerste persoon in onze speciale mensenclub. Ik ga je het mailtje voorlezen en dat betreft het volgende. Beste Vincent, jij bent mijn held. Dagelijks wil ik nooit je video's missen. In 2015 ga ik voor het eerst naar The Gathering. Natuurlijk ga ik jou ook opzoeken. Ik volg je op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn favoriete series zijn No Limits 2, Disneycraft, Left 4 Dead 4, Theeluiten en Rollercoaster Tycoon 3. En natuurlijk kijk ik ook je andere video's. Ik hoop dat ik je op een bordje mag in jouw survival serie. Die ik natuurlijk ook ga kijken. Met vriendelijke groeten, Sepp. Ik vond het zo'n verschrikkelijk leuke mail. Dat ik zoiets heb. Sepp, jij wordt de allereerste persoon. En ik ga jou hier plaatsen. En nu moeten wij natuurlijk een leuke tekst gaan bedenken. We noemen het Gathering Bezoeker 2015. Onze grote vriend, Sepp.
Is dat een leuke... ik denk dat dit gewoon een super... voor een eerste bordje is dit gewoon fantastisch. Kettering bezoeker 2015, ons grote vriend Sepp. Hij heeft dus een hele leuke mail gestuurd. Maar je kan een fanart sturen. Je kan... wat kan je nog meer? Het staat hier allemaal, hè. Stuur jouw mooie super idee. Een foto, artwork, mail voor een plekje hier in de... ja, in de speciale mensenclub eigenlijk. En dit is de allereerste van Sepp. Nou, gefeliciteerd dat je bij mij bent. We gaan kijken wat de volgende taak is. Want we hebben natuurlijk nog wel meer taken dan alleen maar deze twee dingen. En dat is namelijk schuurbouwen. Ik dacht dat er stond superbouwen. Maar hoe kunnen wij superbouwen zonder enige mooie tools? We hebben niet zoveel tools, zie je het? We hebben eigenlijk alleen maar de basis tools. En een pad uitbreiden. Weet je wat? Ik ga gewoon eerst eens even mijn spullen een beetje droppen in deze wapenkist. Die ik niet nodig heb. Oké. Ik doe mijn stone pickaxe. Ik pak alleen mijn pickaxe dus. Ja. En mijn zwaard voor het vechten. En waarom heb ik een arrow? En een stuk bot. Die gaan gewoon in deze speciale kist. Heb ik allemaal niet nodig. Ik weet dat ik vorige keer een pad heb gemaakt. Hallo Clarabel. Hoe gaat het met je? Clarabel? Negeer me niet. Nou, oké. Nee, nou ben je te laat. Je negeert me. Ik kom zo weer terug. Ik ga een schuur maken. Ja, ik weet niet hoe ik moet beginnen. Een beetje een fout momentje van mij. Ik heb namelijk de map geladen in een 1.7 wereld. En als je dat doet, dan wordt de map een beetje corrupt. En dat is dus bij mij gebeurd. Vandaar dat er net die sign bij die speciale mensenclub een beetje raar eruit zag. Nou, vorig hebben we hier een beetje gegraven. Ik wil het gangpad een beetje groter maken, het trappetje. En dan wil ik wat stone gaan verzamelen. En we willen ook wat hout gaan verzamelen voor de schuur. Of ja, we willen een schuurtje bouwen aan de zijkant van het huis. Daar kunnen we ook wat opslag in doen als het huis te klein wordt. Want ja, dat is hetzelfde als mensen een zolder hebben natuurlijk. Die moeten ook hun spulletjes opslaan ergens. Dan moeten ze ook weten waar ze het moeten plaatsen. En gelukkig is hier alleen maar steen. Het wordt wat donker. Ik heb toortjes nodig, maar die kunnen we maken uit die kool. En maar daar hebben we ook weer hout en sticks voor nodig. En die moeten we eventjes gaan halen. Dus ik ga toch eventjes... ik heb wel wat kool, zie ik. 6 kool. Dus we gaan nog eventjes hakken naar een boom. Ik vind deze boom mag wel eventjes kapot. En doen we gewoon met de pickaxe. Het hoort eigenlijk niet. Maar het kan allemaal in onze eigen wereld. Het is allemaal mogelijk. Geen verplichtingen. Ja, enkel de taak verdelen eigenlijk. Hè? De taakverdelingjes. En... jullie spelen ook een deel uit van deze survival serie. Omdat jullie natuurlijk in de speciale mensenclub komen van mij. Nou, dat ziet er leuk uit, hè? Ik ga deze boom ook nog omhakken. Dan hebben wij genoeg hout. Hoppakee. Ik heb ook helemaal geen eten meegenomen. Dus als we honger hebben en we krijgen echt heel veel trek. Dan moet ik weer naar mijn eigen huisje toe. Dat is ook helemaal geen punt. Want ik heb het heel gezellig in mijn huisje. En het ziet er ook heel knus uit. We hebben al 3 dieren. We hebben de bed, de vleermuis, we hebben de koe, Clarabel. En we hebben het onbekend vark wat ineens kwam langslopen in onze wereld. Die dacht ook van, nou ja, alles is mogelijk. Ik kom gewoon lekker eventjes langs en ik heb je opgesloten. En wat is hier? Een appeltje. Heerlijk, een appeltje. En wat hebben we hier? We kunnen nog iets planten. Ik ga eens even naar binnen. Kan ik hier naar binnen? Natuurlijk. En ik hoop dat Clarabel binnen blijft. Goed zo. Ik heb je goed getemd, hè? Goed zo. Ik ga eens even kijken. We gaan sticks ervan maken van deze birchwood. Hoppakee. En die plaatsen we onder elkaar. We hebben nu wat sticks. En met die sticks maken wij wat torches. Zo, ik gebruik gewoon alle torches die ik heb. 24 stuks. Dat is wel een hoop, hè. En we houden nog wat sticks over. Die kan ik later altijd bewaren. Ik ga die plaatsen in mijn grot. Zodat we wat plek hebben hier. Zo. Want het wordt hier natuurlijk wel wat donkerder. En hoppakee. En doe ik er daar ook nog één. En dan wil ik er ook nog een beetje langs het huis wat doen. Want ik moet mijn huis wel beschermen tegen enge monsters. Dus ik ga ook gewoon een paar toortjes neerzetten hier om het huis heen. En ook bij de meiden hier. Of zijn het meiden? Ik weet dat Clara wel is mijn lieve meid. Zo, hoppakee. Ik plaats daar een torch. Blijf staan. Goed zo, ik heb je goed opgevoed. Ik weet het. En om het huis maken we ook 2 torches. Hoppakee. En hier doen we ook nog eentje in het midden. En hier aan de zijkant van mijn huis wil ik er ook nog eentje. Hoppakee. Ik plaats ze gewoon een beetje random. En ik wil er hier ook eentje boven. Hoppakee. Nou, dat is mooi. En ik wil de toortjes ook plaatsen langs het pad. En dat moeten we eigenlijk een beetje mooi maken. Dus ik vind dat we van zulke paaltjes moeten maken. En dat we daar een toortje op doen. Ik weet niet hoe het eruit ziet precies. Nou, dat ziet toch helemaal niet zo slecht uit. Misschien hebben jullie een beter idee. Laat het weten in de comments. Ik zou ook dit kunnen doen. Dat ziet er misschien nog beter uit. Moment. Kijk. En als je hier nou een toortje tegen plaatst. Kijk, dat ziet er toch veel leuker uit. Ik vind van wel.
We hebben wel veel oakwood nodig, maar hier staan echt heel veel bomen, want jullie weten het. Welke plek zijn we? Ik laat het jullie zien. Ik graaf mezelf gewoon een beetje naar boven, naar een berg hier zo. Hoppakee, daar zaten we vorige keer zaten we hier ook op, weten jullie het nog? Kijk eens. En dit is de plek waar wij het allemaal gaan doen. Moet je eens kijken. Wat een ongelooflijk grote wereld. En we kunnen hier dus alles bouwen wat we willen. We gaan de schuur bouwen, want dat hebben we beloofd. Dat is mijn taak voor deze keer. En de schuur moeten we ook een beetje op een mooie plek gaan bouwen. Ik heb niet zoveel hout trouwens. Wat? Ik heb bezoek. Wacht even. Dat is geen goed bezoek. Jongens. Blijf staan alsjeblieft. Ja. Blijf staan. Ik vermoord je. Ik krijg eng bezoek, mensen. Ik krijg heel eng bezoek. Hij staat hier ook. Kom maar buiten. Huppakee. En ik ga snel naar binnen. Doei. Daar komt hij. Huppakee. Wat dropt hij? Hij dropt een item. Ik bewaar het gewoon hier allemaal in. Ik vertrouw die rotte flesch. Ziet er niet lekker uit, het appeltje. Die ga ik gewoon nu opeten. Nom. Een lekker stukje taart. Ik mag niet te veel snoepen. Hallo vleermuis, waarom hou je die mensen niet tegen? Ik denk dat ik toortjes moet plaatsen in mijn huis zelf. Zo. Dit ziet er beter uit. En ik denk dat ik hier nog één plaats. En ik denk dat ik hierboven nog... Nou, er staat ook glowstone, dus dat is genoeg licht op zich. Ik hoop dat dit genoeg licht is. Het eten is klaar. Ik heb hier wat eten. Huppakee. Hebben jullie trouwens ook wat taken voor me? Laat het weten in de comments, want wie weet is jouw taak wel de volgende taak die we uitvoeren in deze serie. Ik plaats het vlees gewoon weer terug op de plek waar het vandaan kwam, zo. Dan weten we in ieder geval, we hebben nu wat vlees klaargemaakt. Ik moet daar nog even een aparte kist voor, maar hebben wij niet een aparte kist? Wij hebben zeker een aparte kist voor het eten. Dus we hebben eigenlijk naast de keuken maken wij gewoon een etenopslag. Dus dan pak ik even die spullen neer die we hebben gekookt en die leg ik hierin. Zo, huppakee, genoeg eten voor iedereen. Nou ja... Er is nog niemand in mijn wereld. Ik heb nog niemand ontmoet. Misschien woont er wel iemand op dit eiland. Misschien is er wel iemand aanwezig. En ja, misschien kunnen we daar wel een vriendschap mee sluiten. Dat we in ieder geval samen kunnen bouwen aan de wereld. Ik ben heel benieuwd. Een schuur gaan we maken. Ik heb het gezegd, ik ga eerst een axe pakken. Want zonder axe kunnen we helemaal niks beginnen. Ik pak ook mijn zwaard. Ik vind het handig om dat zwaard ding te hebben. En we gaan eens wat bomen kappen. Ik ga gewoon eens even de wildernis in. En hier staan een aantal bomen. En dat vormt ook meteen dus een pad. En er staan ook wat mooie bloemen hier aan de zijkanten. Hoppakee. We hebben hier nog een mooi boompje. La 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 la. Stevig hout dit, joh. Ik voel me nou wel echt een houthakker, weet je wel. Hibby de houthakker ben ik nu. Ik weet niet wie Hibby is. Dat is gewoon een naam die ik net bedacht. Hibby de houthakker. En Hibby de houthakker, die ziet... Dat het al donker wordt in de verte. En vorige keer zagen we nog die hele vreemde planeet. Ik weet niet wat het is. We weten het allemaal niet. Het leek echt op een soort van andere wereld. Misschien kunnen we ooit een raket bouwen en daar naartoe. Ja, wie weet. Zeg nooit nooit. Alles is mogelijk. En dat is trouwens nog helemaal niet zo'n slecht idee. Om naar die planeet te gaan. Nou, ja, misschien voor in de toekomst inderdaad. Ik ga nu trouwens wel vaart maken, want het begint... wel donker te worden. En ik vertrouw het niet met eerst van die zombies en toen van die skeletten. Hier nog alleen nog even deze boom omhakken, want die staat er heel vervelend hier. Zo. En ik ga naar binnen. Ik hou mijn zwaard gereed, want je weet het niet. Wat is hier aan de hand? Niks. Nee, het is allemaal veilig. Met televisie doet hij het? Nog steeds niet. Verdomme. We gaan slapen. Lekkere nachtrust. Een nieuwe dag. En we hebben een plant en heel veel sticks. Oh, die sticks ga ik trouwens hier in mijn verzamelkist doen. Die raakt ook al best wel vol, zie je het? Ik pak ook die plant mee. Die kunnen we weer opnieuw gaan planten. Logisch, daarvoor is het een plant. En we hebben ook heel veel oakwood. En met dat oakwood, dat deur plaats ik trouwens ook. Nou, dat neem ik even mee. Dat is misschien handig voor dadelijk voor als wij het pad gaan aanleggen. We moeten nog een schuur maken ook. We hebben best wel veel taken in één keer, joh. Hè? Zo. En waar gaan we die schuur maken? Hup! Even kijken. Hebben wij een mooi plekje? Ik kan dit spul even weg gaan halen. Want ik denk dat we dit aan de zijkant... Wat is dit? Oeh, ik schrok me dood! Weg jij! Wat een enge beest hier. Ik schrik met de apenglazuur.
We moeten echt meer gaan beveiligen. Ik weet iets. Ik weet iets heel goeds. We maken hier gewoon houten paaltjes. Dan hebben we zeker genoeg licht. Hè? Zo, huppakee. Voilà. Nou, dit ziet er leuk uit. En ja, wie weet, hopelijk gaat het nu wel goed. En een appeltje, heerlijk. Een appeltje voor de dorst. Ik kan hier ook wat meepikken namelijk. Oh, er staat weer zo'n beest. Zo'n vreselijk irritant mormel. Oeh, het is dat! Oh! Oh, dat beest hier. Het is allemaal kapot. Oké, ik vertrouw het niet meer. Ik moet nou echt een schuur gaan maken. Waar gaan we die plaatsen? We kunnen die ook naast hier zetten. Ik vind dit een mooie plek. Ik ga hier gewoon beginnen met maken, van bouwen. Och, damn. We moeten niet zo'n groot schuurtje. Het wordt een klein schuurtje. Dus ik dacht aan zoiets als dit. Zo. Ik vind dit wel een leuk idee. En dan maken we hier een boogje, want hier komt de deur in te staan. En moeten misschien ook wat raampjes gaan maken. Dus ik ga dit sowieso eventjes wegdoen. Want hier komt een groot raam, zodat we wat uitzicht hebben over alles. Ja, wat is er, Clarabel? Is er iets aan de hand? Waar zit je naar te kijken? Oh, die bloem! Aantrekkelijke bloemen. Ja, ik weet het. Ik vind ze zo mooi. Vanaf dag 1 zit ze al heel de tijd te kijken naar die bloemen. Prachtig. Ja, leuk beest. We hebben een... nog geen dak. Ik maak hier een klein raampje en hier ook een klein raampje, zo. En hier een groter raam. Een heel klein schuurtje, heel compact. We hebben nog geen vloer. Nou, we hebben cobblestone. Waarom maken we dat niet als vloer? Ik moet eigenlijk even kijken of er ergens in de buurt zand ligt. En dat wordt misschien lastig. Ik ga eerst eens even een crafting table opzoeken om mijn spullen te craften. Logisch. Een deur gaan we maken. Ik zal even netjes een deur maken. Zo, 3 deuren hebben wij. Ik pak het overige hout even weer op. En dan plaatsen wij de deur hier zo in mijn schuurtje. Nou, dat ziet er goed uit. Glas hebben wij nodig. Hebben wij ergens zand? Niet dat ik weet. Het glas komt voor de volgende aflevering. We gaan een dakje erop maken. En ik ga eerst even wat cobblestone omzetten naar steen. Zo. Het hout kunnen wij trouwens wel eventjes hierin gooien. Want we hebben ook nog geen houtopslag. Maar dat kunnen we dan dadelijk in de schuur doen. Dus we kunnen nog een extra chest gaan maken. Heel de klok rond. En ik wil nog wel een klokje rond. We moeten natuurlijk wel extra wat spulletjes hebben. Nog een keer het klokje rond. Nog één. Hebben we... ja, we hebben nog wel hier. Hoppakee. Zo, we hebben 3 kisten. We gaan die kisten eventjes in de schuur leggen. Zo. En die plaatsen wij hier. En dan komt hier ook nog een kistje. En in deze kist, daar gaan we dan het hout stoppen. Goed idee. En ik doe er ook wat dirt in. Hier doen we dan eventjes wat plantjes in, zo. Dat moeten we allemaal gaan rangschikken, maar dat is nog helemaal niet voor nu. Ik wil in deze een torch hebben. Nou, dit is het schuurtje. Ziet er leuk uit, toch? Een beetje simpel, een beetje eenvoudig. Maar misschien kunnen we wel wat dingetjes aanpassen, dat het er niet meer eenvoudig uitziet. Misschien kunnen we wel eventjes wat minder blokkerig maken. Dan vernietigen we... nee, we destroyen dit. En misschien kunnen we wel deze hoekjes er ook uit halen. En dan maak ik gewoon het raam wat kleiner. La la la, la 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 la. Kijk, nou, dat ziet er al veel beter uit, toch? Waar is het eten? We hebben wat eten gemaakt. Ik ga niet van de taart snoepen, want we moeten ook gewoon netjes eten. Dus ik pak gewoon even 2 steaks. Zo. En die gaan we eens even oppeuzelen. Zo, hoppakee. Mijn leven is weer vol. En ik ga eens even wat hout hier inzetten. Want we hebben ook wat andere kleur hout. Wat birchwood. En we hebben ook gewoon wat oakwood weer. Nou, dat is mooi. Dat is zeker mooi. We hebben nog meer stone. Het gaat heel langzaam. Ik weet het. We hebben misschien wat meer cobblestone nodig. Dus ik ga eens even wat cobblestone hakken. We hebben niet de axe voor nodig, maar onze prachtige stone pickaxe. En dan leggen we deze even terug. En dan ga ik met mijn stone... hallo meiden. Of alhoewel, ik weet niet wat jij bent. Hier moeten we trouwens ook een pad voor maken naar achter. En dit is ook heel irritant dat deze boom hier staat. Maar we doen het als bescherming voor hier naar binnen. Ja, heel veel cobblestone hier. Ik wil dit trouwens ook nog breder maken, dus we moeten sowieso die torch even slopen, helaas. Excuseer, excuse-moi. Maar die gaan we gelijk weer plaatsen, hoor. Kijk, dat is geen punt als we die gewoon weer daar plaatsen. Is die dan mooi... nee, die staat niet mooi sink. Hij moet hier.
Beetje kieskeurig. Ja, kijk. We hebben best wel genoeg cobblestone. We moeten echt wel veel cobblestone. Omdat wij dat moeten verbranden naar stone. We hebben genoeg kool. Dat is gelukkig. Daar ben ik echt blij om. En kijk eens, grote vrienden, wat ik hier heb gevonden. Het is iron. En iron is altijd heel makkelijk voor dingen die we kunnen maken. En hier zit ook heel veel iron, zie ik. Mooi, 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 mooi. Daar kunnen we gewoon veel dingen mee doen. Verdediging kunnen we hiervan maken. Wat een hoop iron, joh. Is het wel iron? Het is toch zeker iron? Ik ga eens even checken. Is het iron? Het is zeker iron. Mooi, we hebben veel iron. Oh, en mijn pickaxe is kapot. Dat betekent dat we dus eigenlijk eventjes een nieuwe pickaxe moeten maken. En dat kan natuurlijk bij ons. Maar eerst gaan we kijken. We hebben dus 31 cobblestone. En die gaan we omsmelten naar steen voor ons pad. Want dat moeten we nog een klein beetje verder uitbreiden, vind ik. Even kijken. Hij heeft zijn werk goed gedaan. We hebben niet heel veel. Dus ik ga het even verdelen in de furnaces. En dan hebben we 9 van die stone paden ding. Dat kunnen we even uitbreiden hier zo. Dat kunnen we het beste naar voren laten lopen. Dus ik ga dat nog even uitgraven hier. Hoppakee. En de laatste 2 zijn voor hier zo. Want daar gaat ook een pad naartoe. Zo. En het wordt donker. Ik zou zeggen, dit was weer de nieuwe aflevering. Aflevering 2 van De Wereld van de Winstel. We hebben de taken gedaan. We hebben voorraad gekocht. We hebben een mensenclub toegevoegd. We hebben een schuur gebouwd. En we hebben een pad uitgebreid. De volgende keer hebben we nieuwe taken. En ik hoop dat jullie weer kijken naar De Wereld van de Winstel. Bedankt voor het kijken nogmaals. Geef een like. En vergeet niet te abonneren in het midden van het scherm.